Ja, DENK gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Dat klopt. U was nog eventjes van plan dat later bekend te maken, maar nu Wilders zei ik ga meedoen, dacht u ik doe het ook? Ja, dat is natuurlijk een belangrijk moment. Wilders kondigt aan dat hij definitief gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hij heeft ook een lijsttrekker. Hij komt naar deze stad voor de As-Salaam moskee. As-Salaam staat voor vrede in het Arabisch. Komt hij met zijn haatdragende boodschap van uitsluiting en polarisatie. Nou, dat heeft Rotterdam niet nodig. Rotterdam heeft As-Salaam nodig. Rotterdam heeft vrede nodig. Rotterdam heeft harmonie nodig. Rotterdam heeft onderlinge solidariteit nodig. En die boodschap van haat en uitsluiting, dat moeten we hier in Rotterdam niet hebben. En wij zullen keihard tegen die boodschap van de PVV strijden. Zoals we ook hebben gedaan in de Tweede Kamer in de afgelopen jaren. PVV Rotterdam zegt van de moskee moet er gaan sluiten, het moet weg. Ja, dat is toch bizar. Hè? Van, we hebben hier een prachtig gebouw staan. Het is tegenwoordig ook een van de iconen van Rotterdam. In deze stad wonen heel veel mensen die moslim zijn. Wonen heel veel mensen met een migrantenachtergrond. Bijna 200 nationaliteiten die vredig naast elkaar en met elkaar leven. Rotterdam is de meest diverse stad van Nederland. Rotterdam verdient geen PVV. Rotterdam verdient wel beter. En daarom zal DENK ook meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wat zijn uw plannen voor de stad dan? Nou, wij hebben natuurlijk een agenda van inclusiviteit. De agenda van polarisatie en verdeeldheid moeten we achter ons laten. Maar concrete plannen? Concrete plannen. Een van de concrete dingen die ik kan noemen is dat wij veel meer willen gaan investeren in de wijken die het moeilijk hebben. In plaats van dat we investeren in de binnenstad. Ik vind het ook te bizar voor woorden dat er 40 miljoen wordt uitgetrokken voor de renovatie van de Koolsingel. Terwijl even verderop rijen staan voor de voedselbank. Wij hebben een sociale agenda waar het gaat om de zorg, waar het gaat om participatie op de arbeidsmarkt. Maar wat gaat u daar veranderen dan concreet? Concreet is dat wij de koers die Leefbaar Rotterdam inslaat samen met D66 en de VVD, dat we dat echt een halt willen toeroepen. Dat we keihard werk maken van inclusiviteit, dat we een keiharde bestrijding hebben van racisme en discriminatie. Dat we gaan werken aan talentontwikkeling in deze stad en dat we echt, echt topprioriteit maken van het aanpakken van armoede in deze stad. Wat verwacht u qua aantal zetels? Ik kan daar natuurlijk niet op vooruit lopen. We hebben natuurlijk tijdens de landelijke verkiezingen op 15 maart 2017 een hele mooie score neergezet in deze stad. Dat zullen we proberen te verbeteren.